Ja. Oh, ik vind het echt heel eng. Eigenlijk moet je op nog een kussentje zitten. Ja. En welkom bij een nieuwe video. En vandaag heb ik een hele speciale gast, want ik ben hier samen met... Nanne. Ja, en van het kanaal Ochtendmix. Mariko. Je hebt Wat Sneeuw gedaan, je hebt Concentrate. Bonkers. Superveel. Way back. Ja, en wij gaan een Would You Rather Tag opnemen. Mm-hmm. Dus ik heb een paar vragen voorbereid. En die heb ik gewoon gevraagd aan mensen of ze vragen hadden. En je gaat ze zelf ook ja, beantwoorden? Ja, ik ga ze zelf ook. Oké, niet dat ik als de enige de klok ben. Nee. De eerste vraag is, nat sokken draag of nat ondergoed? Wat zou je zelf doen? Ik denk ondergoed, want ik vind het al heel erg als ik dan ergens loop en mijn sok nat wordt. Maar ja, die nat ondergoed heb ik ook nog nooit gedragen. Dus. Ik ook niet. Het is niet een hobby van om nat ondergoed te dragen of zo. Nee. Maar natte sokken, niet zo vervelender dat je per ongeluk in een natte dweil gaat staan of zo. Dus dat zou ik sowieso niet willen. Ja, dat is echt heel vies. En liever nat ondergoed dan. Ja. De tweede vraag is, altijd een slechte adem hebben of altijd scheten laten? Jeetje, ja, slechte adem. Ja, je kan het op zich nog met smintjes dan wegwerken. En dan, ja, en misschien zou ik dan net zoals een Chinees zeg maar een soort maskertje opdoen zo. En dan zeg gewoon dat ik een virus bij me heb. Ja, dat kan ook nog. Goeie oplossing. Maar beter dan dat je scheten laat. Ja. Elk haartje op je lichaam epileren of elke nagel op je lichaam verwijderen? Nou, die is niet moeilijk. Toch? Nou ja, elk haartje, ik weet niet, het is best wel veel haar. Dan, oh ja, dat is ook wel zo. Oké, dat is ook weer zo. Nagels. Ik denk dat ik voor elk haartje op mijn lichaam epileren. Maar dat betekent ook gewoon je hoofdhaar en zo. Dat is echt zo'n onmogelijke keuze. Maar ik vind echt nagels en zo de afhalen. Nee. Heb ik één keer gehad. Oh, dat is echt heel naar. Dat is heel naar. Slapen op een cactus of gezicht wassen met schuurpapier? Ze zijn echt allemaal onmogelijk. Slapen met een cactus? Ja, op een cactus. Oh, op een cactus ook gewoon nog. Ja. Als kussen dus. Ja. Ik denk de schuurpapier. Ja, dan kan je op zich nog zeg maar, verminderen, zeg maar een klein beetje of zo. En ik denk ook dat je huid er misschien uiteindelijk aan gaat wennen. Als dat je een soort van hele dikke eeltlaag overal krijgt. Ja. Altijd wazig zien of altijd een wimper in je ogen hebben? Als je altijd een wimper in je ogen hebt, dan voel je dat dus altijd. Maar je kan op zich gaan wennen. Dan maar... ben je eraan. Ik denk, dat zou ik doen. Ja. Want wazig is. Ja, jij weet hoe dat is. Nee, als ik mijn bril doe, zie ik nog steeds. Maar... Oh, echt? Ja. Dit is gewoon fashionable, nee, je bril. Dit is, gewoon nep. Voor hoofdpijn. Ah. Ik krijg minder hoofdpijn. Ah. Wat zou jij doen? Een wimper in mijn oog, denk ik. Een sneeuwpak dragen in de woestijn of een bikini dragen in de sneeuw? Je gaat in alle gevallen dood, denk ik. Dat sowieso. Maar volgens mij kan je beter een sneeuwpak in de zon dragen. Als een soort van isolatiemateriaal of zo. Poep eten met chocoladesmaak of chocola eten met poepsmaak? Nou, ik ga echt voor de chocola eten met poepsmaak. Ja, want anders dan weet je dat je poep eet en nu eet je alsnog chocola. Ik vraag me af, smaakt poep ook zoals je het ruikt? Eeuw. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Ja. We weten, ja, ik weet niet hoe poep smaakt. Misschien is het wel super lekker gewoon. Alleen het ruikt niet altijd super chill. Ja, ben benieuwd. Kleurpotloden eten of een kan met mieren drinken? Kleurpotloden, dat is, ja, ik weet niet. Vroeger zag je altijd die kinderen zo op kauwen. Dat is ook wel echt heel vies. Ik zou dat doen. Ja. Noedels als haar of eetstokjes als handen? Dan ga ik toch wel noedels als haar. Ik kan niet eten met eetstokjes. Nee. Dus dat kan ik nooit meer eten. Smaakpapillen in je kontgat of poepen door je mond? Hoe kom je aan al deze would you rather's? Hoe dan? Ja, gewoon gevraagde mensen. Ik had nog veel erger. Die heb ik allemaal uitgehaald. Oh, echt? Ja. Het is echt heel vies. Ik denk de eerste dan. Wat poepen door je mond. En dan gaat het er ook weer in en dan gaat het er ook weer uit. De in en de uit? Oh, het gaat, oh ja, okay. Je eten komt er ook. Ik dacht, wat ga je met de poep doen? Wat zou jij doen? Ik denk smaakpapillen in mijn kont gehad, denk ik. Sowieso allebei heel vies. Maar... Nee, die eerste. Nee, ja. Iemand anders gebruikt de onderbroek dragen of iemand anders gebruikt de tandenborstel dragen? Onderbroek. Of gebruiken bedoel ik. Onderbroek? Ja. Dat is wel echt heel vies dan. Ja, maar weet je hoeveel bacteriën er is? Ja, ik ben daar een beetje makkelijk in. Ik weet niet of ik dit moet zeggen. Maar heel vaak zeggen mensen ook, oh, het heeft op de grond gelegen. Dan denk ik, ja, we gaan er echt niet dood aan of zo. Snap wat ik bedoel? Het is echt niet, ik zou het niet doen. Maar als ik eruit zou moeten kiezen, dan de onderbroek denk ik. Nooit meer op internet één telefoon kunnen of nooit meer reizen buiten Nederland? Oh, nooit meer? Nooit meer op internet dus telefoon kunnen of nooit meer reizen buiten Nederland. Oké, dat is in mijn geval een beetje lastig, want het is gewoon mijn baan. Nou, ik ga dan nooit meer buiten Nederland, denk ik. Nee. Ik ben echt zo telefoonverslaafd. Maar dan kan je nooit meer iets zien, dan kan je nooit meer naar België als je dat wilt. Ja, het is ook nooit meer op vakantie kunnen dan.
Ja, je kan vakantie in Nederland, maar dat is nou ook niet echt bijzonder. Naar de Veluwe, ergens in de buurt van Zwolle zeker. Nou, dat wil je echt niet hoor. Dat is waar, dat wil je echt niet. Ik zou niet doodgevonden willen worden. Nee, ik zou het zonde vinden. Dan begin ik wel een boerderij of zo, of een camping ergens in het buitenland. Maar internet, alleen binnen Nederland blijven, ik zou het heel naar vinden. Alleen... Oh, er zit nog een achterkant op het blad. Ja. Communiceren door te fluisteren of communiceren door te schreeuwen? Luisteren, ja, ik denk ook wel. Anders gaan mensen je echt helemaal haat, denk ik. Ja, de volgende is echt heel erg. Je achternaam veranderen naar Hitler en je mag nooit omdraaien of nooit meer chocola eten. Nou, die is toch niet zo moeilijk, toch? Ja. Of ben je chocolade gek? Ja. Maar nee. Dan ga ik toch voor nooit meer chocola eten. Oh, ik ben Marit Hitler. Dat is echt heel erg, ja. Nee, die zou ik niet doen. Ja, ik had hem dus ook aan mijn zus gevraagd. En mijn zus die leert dus voor Engels docenten. Maar dan heb je elke keer mevrouw Hitler. Engels voor mevrouw Hitler krijgen. Ja. Ik kan beter Duits krijgen. Ja. Niemand komt naar je bruiloft of niemand komt naar je begrafenis. Nou, dan mijn begrafenis. Ja, begrafenis, dan ben je er toch niet meer. YOLO, boeien. Weten wanneer je doodgaat of weten hoe je doodgaat? Oké, dit vind ik wel een lastige. Want ik heb er wel eens over nagedacht. Zou je willen weten wanneer je doodgaat? Misschien is het veel sneller dan je zou willen. Dat baal je natuurlijk. Aan de andere kant kan je wel er nog wat van maken. Ik denk die. Ja, weten hoe de. Ja, want als je dan bijvoorbeeld weet dat je doodgaat door te stikken, dan ga je wel letten. Ja, oké, dat is waar. Ja, dat is waar. Als je dan inderdaad niet weet hoe je gaat verongelukken. Ja, ja. Maar goed, als je weet, oh, woensdag 27 april om 2 uur ga ik dood. Nou, dan blijf ik binnen en dan gaat er niks. Ja, dan ga je alsnog dood. Ja, ja. Alle talen kunnen spreken of kunnen spreken met dieren? Ik denk alle talen. Ik heb niet zo heel veel met dieren. Nee? Nee. Nee, zou ik dat ook doen. Dat is gewoon handiger. Maar het is wel lach om een keertje met een dier te praten. Ja, dat is waar. Geen idee wat al die katten altijd zo blaren als ze... Nee, geen idee. Ja. Starbucks gratis voor een jaar of McDonald's gratis voor een jaar? Oh, Starbucks. Ja, ik ook. Want anders ben je ook gewoon dik na een jaar. Maar Starbucks ook wel. Ja, ook wel. Ik Starbucks. Ik ook, ja, ik ook. Je leven normaal leven, dus van 1 tot 100. Of je leven achteruit leven van 100 naar 1. Wow, ik lees heel goed. Ja. Nee, wel normaal, toch? Ja, ik denk het ook wel. Maar van 100 naar 1 is misschien ook wel, ja. Nou ja, aan de andere kant, als je 100 bent en je begint dus zeg maar een beetje slap en moe en je kan niet zoveel. Maar je wordt daarna alleen maar fitter, omdat je richting de 40 gaat en 30 en 20, dat is allemaal super chill. Ja, maar als je dan baby wordt, dan kan je minder praten. Ja, ja, ja. Minder dingen doen. Dus ja, ik denk gewoon van 1 tot 100. Oh ja, normaal. Lekker normaal. Doe maar lekker normaal. Ja, en de laatste, liever je wenkbrauwen afscheren of wimperhaartjes eruit trekken. Oeh. Ik ga denk ik voor wenkbrauwen, want wimpers gooi je niet terug en wenkbrauwen wel. Oké, ja. Dat is wel. Ja. Weet je wat het naarste is ever? Oké, dit heb je geen ervaring mee waarschijnlijk. Neusharen eruit trekken. Dat doet zo'n pijn. Oh. Nee, nooit meer. Nee, oké. Nee. Nou, dan weet je dat met deze. Het is helemaal, dat is naar. Ja, en dan waren dit de vragen. Vond je het leuk? Nou, ik vond ze heftig. Ja, ze waren wel anders dan normaal. Wel echt... Ik vond ze tof. Originele vragen. De volgende keer moet ik dit een keertje... Mag ik hem maar lenen? Ja. Mag ik deze lenen, deze lijst? Ja, tuurlijk. Dan ga ik deze lijst bij mijn volgende gast een aantal vragen. Ja. Nice. Heel erg bedankt voor het kijken en abonneer op Maart als je via mij komt. Stel, abonneer even op haar Maart. Nou, dankjewel. Graag gedaan.